ons aan tafel is aangeschoven Boudewijn Rozenboom. Welkom Boudewijn. Boudewijn Rozenboom is de oprichter van het crypto investment fund Cyber Capital. Jullie zijn het eerste Nederlandse crypto fund dat aan het oprichten is. Klopt dat? Nou, dat is niet helemaal waar denk ik. Er zijn heel veel verschillende fondsen heel actief al. Of nou, heel veel. Er zijn een aantal. Maar wij zijn denk ik het eerste fonds dat een gedifferentieerde portefeuille bestaande uit zo'n 100 verschillende munten aanbiedt. Okay. En daar onderscheiden wij ons van de rest. Ja. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Nou, dat is eigenlijk gewoon een mandje van heel veel verschillende munten. In ons voorbeeld dus ruim 100. Ja, dat is een mandje waar wij actief mee beleggen. Hè? Dus nou, een beetje cryptisch omschreven. Maar mensen kunnen daarin deelnemen, onze beleggers. En die kunnen participeren in dat mandje. Of nou, je zou het ook portefeuille kunnen noemen, is misschien een beter woord. En wij zijn die actief aan het beheren. Dus we zijn voortdurend bezig met te kijken of de munten die wij beheren nog wel voldoen aan onze eisen. Of er misschien nieuwe munten in aanmerking komen om in zo'n portefeuille op te nemen. Nou, zo gaan we daarmee om. Okay. Nou heb ik gelezen dat jullie geen bitcoin in de portefeuille opnemen. Is daar een specifieke reden voor? Ja, dat klopt. Nou, die hebben we natuurlijk wel gehad. Maar nog niet zo lang geleden hebben we besloten om die niet langer in onze portefeuille aan te houden. Ja, er zijn zeker specifieke redenen voor. En ik denk dat het meest sprekende wel is dat wij bitcoin op de fundamentele analyse gewoon geen interessante cryptocurrency meer vinden. Okay. He, dus wij kijken naar, vinden wij een munt, een goede munt? Voldoet die aan de eisen die wij eraan stellen? Kijken we dan even naar bitcoin. Ja, dat is zo langzamerhand een hele dure. He, om een transactie te doen is relatief heel duur. En heel traag. Ja, die twee gaan vaak samen. En bitcoin cash, de afsplitsing van bitcoin naar de fork, die heeft dat probleem niet. En daarom vinden wij dat een veel interessantere belegging. Daar beleggen jullie wel in. Ja. Ja, ja, ja. Maar mocht bitcoin nou in de toekomst veranderen en toch wel weer sneller worden, dan zou het wel weer zeker mogelijk zijn. Ja, wij richten ons wel op de fundamentele analyse, ja. Maar we zijn geen fundamentalisten. Dus als er reden is om terug te komen op onze analyse of onze overweging, of dat inderdaad de munt een andere koers kiest, ja, dan gaan we er weer opnieuw naar kijken, absoluut. Is het lastig om een cryptofonds op te richten? Verschilt het heel erg met een traditioneel beleggingsfonds op te richten? Nou, in feite niet. Hè. Dus als je puur naar de juridische structuur kijkt, dan nee. Dan is het niet anders dan andere fondsen. Maar als je naar de achterkant kijkt, dan heb je wel te maken met een hele nieuwe asset class. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan security. Hoe ga je bijvoorbeeld, wij werken veel samen met SGG Groep. Zij doen voor ons de cliëntenadministratie, maar ook de fondsadministratie. Nou, dat is een heel sprekend voorbeeld. Dus dat zij gewoon inzicht willen hebben in onze aan- en verkopen. Ja, en als je ook bijvoorbeeld de waardebepaling, de net asset value. En wat voor koersen gebruik je dan? Je hebt dus de standaard financiële sector, die kijkt bijvoorbeeld naar Bloomberg, is een mooi voorbeeld. En heel veel van die financiële systemen, die zijn daar ook op ingesteld. Ja, cryptocurrency is helemaal nieuw. Dus in dit voorbeeld, zij moesten zich wel eventjes aanpassen om daar efficiënt mee te kunnen werken. Maar juridisch vallen jullie wel gewoon onder het toezicht van het AFM? Ja, wij geven een financieel product uit, een financieel instrument, een aandeel, een participatie in ons fonds. Ja. Dan val je onder de WFT, de Wet op Financieel Toezicht. En om het dan heel expliciet te zeggen, dan is ons fonds staat dan weer niet onder toezicht. Omdat wij ons in het zogenaamde light regime bevinden. En dan hebben wij een registratieplicht. Dat geldt voor heel veel fondsen. Dat geldt dus ook voor ons. Dus wij hebben ons geregistreerd bij de AFM. Maar ons prospectus is niet goedgekeurd. En wij hebben ook geen vergunning voor onze activiteit. Ik denk dat dat wel belangrijk is te vermelden. Maar wij mogen wel opereren binnen Nederland. En de AFM, ik zou wel willen zeggen dat ze wel toezicht houden. Want wij hebben wel aan allerlei regels hebben wij ons te houden. Hè. We moeten dit bijvoorbeeld duidelijk communiceren naar onze cliënten. We moeten het ook op onze website vermelden. En wij mogen slechts investeringen aannemen van minimaal 100.000 euro. Dat heeft allemaal ermee te maken. Ik ben nog even benieuwd naar de tokens. Want je zei zojuist, we zijn geen fundamentalisten, maar we kijken wel naar de fundamentals. Wat voor criteria stellen jullie daaraan? Jullie kijken dus niet naar de technische kant? Nou, we kijken wel naar de technische kant van de munt. Ja? Dat is wat anders dan de technische analyse die je op een asset kan uitvoeren. Ja. Ja, dan kijk je, dat doen traders natuurlijk veel, die kijken dan naar het koersverloop. Hè. Nou, daar zijn boeken over volgeschreven en de technische analyse aan zich is al discutabel. Van, kun je dat nou eigenlijk wel aflezen aan een koers? Want heel vaak hoef je niet eens te kijken voor wat de onderliggende waarde daadwerkelijk is. Nou, dan zou je dan vervolgens kun je afvragen in hoeverre dat
van toepassing is op een munt nog maar met zo'n kort bestaansrecht. Hè? En dan zou ik toch ook nog wel willen toevoegen, maar ik ben geen specialist als het gaat om de technische analyse. Je zegt dat je praat wel tegen twee technische analisten hoor. Dus... Oh, nou dat vind ik dan wel interessant. Zijn jullie dan überhaupt in staat om met zo weinig of zo'n inefficiënte markt een voorspelling te kunnen doen? Want als je naar de efficient markets kijkt, dan ga je ervan uit dat alle informatie al in zekere zin in de koers is verwerkt. Nou, daar is denk ik in cryptocurrency-land absoluut geen sprake van. Nou, dan lijkt het me heel lastig om op basis van een technische analyse überhaupt een voorspelling te kunnen doen. Nou, dan begeef ik me op jullie terrein. Maar dat hoef ik eigenlijk helemaal niet te doen, want onze focus is gewoon de fundamentele analyse. Ja. We zijn buy and hold, lange termijn. Er zijn ook gewoon twee verschillende beleggingsstrategieën. Ja, dus, ja. Dus je kan misschien beter mij daarop richten. Ja. Welke aspecten kijken jullie dan specifiek naar als je het hebt over de fundamentals? Nou, dan kijken we, zeg maar, zoals je ook naar een bedrijf zou kunnen kijken, ja, of een nieuw product. Hè. Heeft het product bestaansrecht? We zien natuurlijk nu heel veel ICO's die, even los van of het überhaupt een cryptocurrency nodig heeft, het product eigenlijk wel, of de dienst die ze aanbieden wel zinvol is. Nou, dat geldt natuurlijk voor heel veel startups, waarvan de meeste overigens ook gewoon falen. Dat is ook niet nieuw. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor ICO's. Nou, en wij kijken dus naar van, hey, hoe is die munt nou opgebouwd? Wat is nou de waardepropositie? Wat kunnen we verwachten? Gaan er echt gebruikers utility? Gaan gebruikers het ook echt toepassen? Heeft het functionaliteit? En we kijken dan ook wel naar de technische aspecten. Hè? Dus heel veel mensen maken allerlei beloftes als ze een nieuwe munt introduceren. En je kunt in de code gewoon zien of die beloftes ook daadwerkelijk in de code zijn verwerkt. En ook daar geldt dat vaak is dat niet het geval. Nou ja, dat zijn allerlei manieren en de lijst is groot. Hierachter staan twee analisten die daar de hele dag mee bezig zijn. En ik denk dat die hier nog uitgebreid door kunnen gaan. Maar dit is zeg maar in de notendop wat wij doen. Nou, dan wil ik je bedanken voor je tijd. Nou, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.